Welkom terug, kijkers. We zijn vandaag weer in het verre Brabant. We zijn te gast bij Ton. Ton, waar zijn wij precies? Ja, we zijn in Eindhoven. Oh, Eindhoven. Brabant dus, Eindhoven de gekste. Ja, aan mij. En hoe heet dit bedrijf? Kartservice Brabant. Kartservice Brabant, ja. Zeg Ton, ik wilde een interview met je hebben, eigenlijk op het volgende. Over die keuringen, weet je wel. We beginnen maar eens eens over te verzegelen. Hoe gaat dat verzegelen hoe gaat dat? Hoe doe je dat? Nou, verzegelen van motoren, dat doen wij dus in verschillende klassen. Bijna alle klassen die we hebben tegenwoordig zitten zegels om. Zegel is eigenlijk gedaan om de karsport goedkoper, simpeler te maken. Ja. Je moet zo zien, vroeger in die tijd dat ik zelf ook reed met Honderdse C-motoren, zeg maar, zonder zegels. Waren wij echt afhankelijk van veel tuners en veel guldens in die tijd om motoren te laten tunen. Een zegel zorgt ervoor eigenlijk dat de motor eigenlijk vanaf fabriek standaard blijft met standaard onderdelen. Dus gelijkwaardigheid. Hè? En die tuners, dat is verleden tijd eigenlijk. Het is in feite een waarborg voor dat de motoren eigenlijk allemaal gelijk zijn. Tuurlijk, gelijk zijn ze nooit allemaal. Hè? Je hebt altijd kleine verschillen. Hè? De ene loopt onderin iets harder, de andere loopt bovenin iets harder. Maar over het algemeen is het vermogen, zeg maar, van zo'n motor is bijna hetzelfde. Zeg maar. Dus, okay. Gewaarborgd. Maar dat doe je eigenlijk ook op het uittesten, op de testbank, met de Dynotech. Elk blok wordt eigenlijk ook getest. Je kijkt echt, je hebt een rapport erbij. Dat is een motorkaart, heb ik begrepen. Ja. Dat kan je overleggen. Kan je zo'n zegel verbreken? Is dat mogelijk? Tuurlijk kan hem verbreken, maar je kan hem niet meer in elkaar zetten, zodat wij het niet kunnen zien bij de keuring. Oké. Dat is onmogelijk. Dat hoor je ook vaak, hè? Mensen zeggen dat nou. Zeker, ik heb dat gehoord, er zit zo'n motor aan de linkerkant in een en dan blijkt hij ook in een harder te gaan. Dat is ook apart. Nou ja, kijk, het makkelijkste is natuurlijk altijd om de motor de schuld te geven. Maar helaas, het werkt in de karsport net iets anders dan alleen de motor. Kijk, in de karsport moet eigenlijk, als jij wil winnen, alles kloppen. He? Niet alleen de motor, dan moet je een goede kart hebben. En voor 90% is het degene die aan het stuur zit. Ja. Want ik kan natuurlijk nooit oplossen, he? Voor iemand die aan het karten is, zeg maar. En die bijvoorbeeld één keer per week of per maand in die kart stapt. Nee. Maar je hebt er ook, die stappen drie keer per week in die kart. Ja. Dat verschil, dat kan je niet oplossen. Nee. Dat is dus veel trainen. He? Dus de passie die je dan moet hebben, als ouder en als kind zijnde. Dan zeg je, joh, ik wil dat echt winnen. Ja, daar gaat het om. Dus net als ik ga voetballen, dat gaat geen succes worden. Ander ding over techniek. De RK1, dat gaat dus laatste jaar. Zijn er nog voldoende blokken? In principe wel. Kijk, er wordt natuurlijk het laatste jaar. Ik zeg dan eigenlijk altijd wel tegen de klanten dat het misschien wel niet het laatste jaar is. Zolang als wij genoeg inschrijvers hebben voor de RK1, waarom zouden we de RK1-klasse dan niet laten volgen? Eens. Luister, er komt een opvolger, dat weten we. Ja, we de ID-engine. Daar ben je hard mee bezig. Maar tot die tijd laten we geen vroege uitspraken doen. Laten we lekker hobbelen met die dingen die we hebben. Ik heb zelfs nog nieuwe. Volgens mij hebben jullie ook nog enkele. Wij hebben nog twee nieuwe. Wij hebben nog twee nieuwe blokken. En er was iemand die had ons gevraagd om nog een blok. Die hebben wij eigenlijk voor de Kart Academy team hebben dat behouden. En voor Next, dat andere racing team. Om te helpen van, joh, dan hebben we wel genoeg onderdelen. We verkopen ze ook nog steeds op de baan. Dus dat gaat eigenlijk heel goed. Kartje de Molenstad verkopen nog steeds RK1's. Ja. Rockies gaan nog hartstikke goed. Andere vraag, jij hebt het over een kart vreet zich vast. Zijn er cursussen om eens een keer een kart beter leren af te stellen? Heb je daar mogelijkheden toe? Als chrono zijn, heb je daar een avond voor dat die snelle vaders dat allemaal nog kunnen doen? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, daar ben ik al een hele tijd mee bezig om die avonden op te zetten. Maar ik heb natuurlijk ook een bedrijf op moeten zetten de laatste anderhalf jaar. En daar heb ik het erg druk mee gehad. Dus, maar ik ga je beloven, in de toekomst komen er van die avonden, zeg maar, dat wij cursussen geven aan workshops, aan vaders en monteurs, zeg maar, om eens te kijken van wat moet ik nou doen met een afstelling van een kart. Oké, dat kunnen ze vinden op de Chrono-site of gewoon op Facebook of Instagram? Dat zal automatisch op de Chrono-site of via Facebook bekend gemaakt worden. Mag je danken voor dit gesprek? Graag gedaan. En tot snel, Tom. Tot snel. Dank voor het kijken.